In februari 2000 ben ik met een stipendium naar Berlijn gegaan om bij Cobalt Productions te werken. Omdat ik daar echt te weinig te doen had, besloot ik om een videodagboek bij te houden. Met tips voor toekomstige stipendiaten. Nou, ik fiets hier door de Bunkerstraße. Dat is de straat waar ik woon. Met een mannetje uit het raam te kijken. Van mij. Zoals je ziet zijn alle huizen die worden opgeknapt hier. En dergelijke meer. Er zitten heel veel mensen zitten ook al buiten. Volg nu tip nummer 1. Zorg ervoor dat je een goede woning hebt. In het voormalige Oost-Berlijn zijn heel veel van dit soort huizen. Je krijgt er wel het echte Berlijngevoel van, maar je wordt er niet vrolijk van. Het kan erg koud zijn in Berlijn in februari. Dan heb je niets aan de zogenaamde kachelovens, die zelfs mijn huisbaas, een echte Ossie, niet aankreeg. Dus het was binnen kouder dan buiten. Het is niet meegenomen. Ik heb nog einen Koffer in Berlin. Ik ben Klaasien en dit zijn mijn grootouders tijdens hun of op hun trouwdag in 1922 in Osnabrück. Mijn oma die kwam uit Osnabrück en daarom wilde ik graag naar die stad uitgezonden worden. Ik heb daar bij de NDR gewerkt, bij de radio. Ik had nog nooit radio gemaakt, dus dat was wel lastig. Hoewel het wel een erg leuk medium vond. En ik heb daar weer wat familie opgespoord. Een neef van mijn moeder onder andere. En toen is mijn moeder later ook overgekomen en heb ik een mini-documentaire gemaakt over hun weerzien na 50 jaar. Alle nog in mijn kleine koffer drin. Die 65-jarige Els Poortman is als eerste maal na 50 jaren weer in Osnabrück. Ze komt uit Almere in de Nederlanden. Ihr vader was Holländer. Ihre Mutter eine Deutsche aus Osnabrück. Jetzt trifft sie ihren Cousin, Walter Warnecke. Hallo, Els. Mensch, grüße dich. Meine Güte. Das ist was, hè? Das ist was, das machst du wohl sagen. Het was heel makkelijk om een woning te vinden via het Mietwoonbureau. Het blijkt dat in Duitsland in iedere stad zo'n soort bureau gehuisvest is. Ja, ik had eigenlijk, geloof ik, in 2 dagen had ik iets gevonden. Dus al voordat ik daar naartoe ging. En ik heb toen gekozen om bij iemand in huis te wonen. Omdat het me wel gezellig leek om thuis ook wat aanspraak te hebben. En een voordeel vond ik ook dat ik op die manier wat huistuin en keuken Duits leerde. Toen ik weer in Nederland was, heb ik nog een stuk geschreven in de Humanist. Over mijn ervaringen als derde generatie kwart Duitser in diaspora. Kinder, daar is nog meer in die koeken. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangene Zeiten. Ik heb dus bij Cobalt Productions gewerkt. Sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch
kleinen Koffer in Berlin. Ze produceren een magazine-achtig programma, dat heet Polylux. En het is hier op Duitsland 1 te bezichtigen, maandagavond om 12 uur 's nachts. En ik kwam naar binnen en iedereen kreeg koffie behalve ik. Er zaten ongeveer 30 mensen. Ik werd niet voorgesteld aan iemand. En na anderhalve maand kwam de baas van het spul naar me toe. En die zei, oh, sinds ze van die journalistenschule? En ik zei, nee, uitleggen, journaliststipendium. Lalam. Nou, na 3 maanden neem ik afscheid. Zegt ze, kind ze weer dat terug naar die journalistenschule? Ik zei, nee, journaliststipendium. Lalam. Dus geen hond snapte wat het inhoudt. Dus een tip is... Dat je je duidelijk voorstelt en zegt ik van het journalistenstipendium en ik zou graag, nou dat ligt dan aan jezelf. Het was moeilijk om iets zelf te maken omdat het een televisieprogramma was. Maar ik heb er echt in moeten worstelen om mensen vragen, mag ik alsjeblieft niet afdree? Of mag ik alsjeblieft bij de montagekamer zitten? Want ik kreeg geen enkel contact met die mensen. En ondanks het feit dat het allemaal redelijk jonge, kekke, frisse types waren. Die allemaal heel gestrest bezig waren en dat heeft mij erg verbaasd. De nieuwsredactie van AT5 heeft sinds enkele weken bezoek uit Duitsland. Journaliste Isabel Wiertz werkt hier 2 maanden lang in verband met een uitwisselingsproject. Ik was 2 maanden bij AT5, een lokale fernsehsender hier in Amsterdam. En ik had vorher schon een gesprek met de programchef om af te spreken wat ik in de 2 maanden zinvolles maken kan. En hij had dan gleich den Vorschlag dat ik een soort eigen serie ontwikkele onder het motto Amsterdam aus deutschen Augen. Het is lunchtijd in Amsterdam. En bij een echte Nederlandse lunch hoort natuurlijk een glas koude kanemelk. Koud is hier in het algemeen de hele lunch. Anders als het Duitse Mittagessen, waar je al meer van warm eten. Ich hätte mir noch gewünscht, wirklich während der ganzen Zeit eine Kontaktperson zu haben, auf die ich bei Fragen und so weiter hätte zugehen können. Also das ist vielleicht ein Tipp an alle, dass man wirklich am Anfang schon in der Redaktion fragt, wer könnte hier für mich zuständig sein, auf wen kann ich zugehen. Die Seligkeiten vergangene Zeiten. Femke, wat zou jij die mensen nou willen vertellen? Handige tips. Journalistiek of een andere? Beide. Journalistiek zou ik ze adviseren om niet af te wachten. Gewoon zelf aan de slag te gaan. Niet te verwachten dat ze van jou uitgaan of naar jouw behoefte vragen. Maar gewoon zelf al te beslissen, dit wil ik doen en dit ga ik doen. Dus ervan uitgaan dat ze je niet eens bij wijze van spreken wordt voorgesteld tijdens de eerste redactievergadering. Dan kan het altijd meevallen. En als je dat eenmaal doorbreekt, dan kan het een geweldige tijd worden. Dat is toch gek. Ik zou bijna het andere aanraden. En dat heb ik zelf ervaren. Ga nou niet meteen een stuk schrijven. Ga nou niet meteen televisie of radio maken. Maar bezoek alle vergaderingen. En probeer erachter te komen wat de mensen beweegt om die krant te maken. Of om dat programma te maken. Probeer die mensen te leren kennen. Een stuk schrijven, dat doe je je hele leven al. Dat hoef je daar nog niet een keer te bewijzen. Bovendien heb je het probleem van de taal. Maar ik ben, en dat heb ik in Mainz gedaan bij het ZDF een aantal jaren geleden, mij bijna dagelijks bemoeid en gekeken naar wat er op die redactie en daarbuiten gebeurt. Ja. En elke dag een gesprek gehad met die hoofdredacteur. Hoe was die uitzending vandaag nou en waarom hebben jullie dat nou zo en zo gedaan? Ja, want dan had jij al een gesprek met de hoofdredacteur en ik ben de eerste 2 weken gewoon genegeerd door iedereen. Oh. Misschien was dat het verschil, want toen eenmaal het eerste verhaal geschreven was, toen werd ik wel uitgenodigd bij de hoofdredacteur en toen heb ik wel met mensen gesproken. Ja. Dat was de enige manier om het ijs te breken. En andere handige tips, huishoudelijke aard? Nou, begin in godsnaam niet aan het bier, want dat smaakt nergens naar. Maar de sect is wel een aanrader. Sind alle nog in meinem kleinen koffer drin? De laatste dag toen ik wegging, het was na 2,5 maand, toen schonk ik sect in. En tot mijn verbijstering was iedereen heel aardig en vrolijk. En hey, ben je van Amsterdam? Vertel, wat doe je daar? En ineens gingen ze allemaal vragen stellen. Dus mijn tip is, begin de eerste dag met sect. Zet die op tafel, iedereen weet wie je bent. En iedereen vraagt derhalve ook, god, ben je jarig? Nee, kom uit Amsterdam. Nou ja, en dan kan je ook uitleggen wie je bent. Wer blijft toch dood en dat had zijn zin.
Ich bin Annette, ich bin bei der WAZ Redakteurin und ich war 2 Monate beim Haagse Courant. Jetzt habt ihr schon eine ganze Menge Tipps gehört, was man alles tun kann und sollte, um journalistisch klarzukommen. Ich hätte da einen Tipp für euch, wie ihr auch menschlich klarkommt. Der Holländer ist ja ein geselliges Wesen und um das auch am eigenen Leib zu spüren, hat sich das bei uns bewährt. Wir haben also einen Stammtisch gegründet, der sich wöchentlich in Amsterdam getroffen hat. Da haben wir exzessiv geborrelt und Heineken getrunken und sind so dem Oranje-Refuel deutlich näher gekommen. Immer bei den Holländern schleimen, das kommt immer gut. Klatsch. Ich bin Max, ich war beim Wereldomroep, bei der englischen Redaktion in Hilversum. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. The Dutch Foundation wants to commemorate Van der Lubbe by placing a memorial stone in 3 different locations. Klaus Smolke asked Martin Schouten, the foundation's director and Van der Lubbe biographer, why he deserves a monument. Historians still disagree whether Van der Lubbe was really involved in setting the Reichstag on fire. Some say the Nazis did it themselves. Why a monument then? There has always been a controversy about what really happened that night. Man muss etwas aufpassen, sich nicht zu sehr in die Alltagsarbeit hineinreißen zu lassen. Man muss zusehen, seine eigenen Projekte durchzudrücken. Und wenn sie sagen, ja, kannst du ja morgen noch machen, lieber heute schon machen. Und sich nicht so sehr in die Alltagsarbeit reinreißen lassen. Stimmt's? Als praktischen Tipp kann ich noch sagen, wenn man in Hilversum arbeitet, zu sehen, dass man in Süd-Amsterdam wohnt. Denn es gibt von Amsterdam-Zuid eine sehr nützliche Zugverbindung nach Hilversum-Nord. Das ist, glaube ich, für alle gut, die da beim NOS oder so arbeiten. Da ist man innerhalb einer halben Stunde in Hilversum an der Arbeit und kann doch in Amsterdam wohnen. Nou, ik ben nu op weg naar Amsterdam. Ik werk in Amsterdam bij de Groene Amsterdam in de redactie en ik woon in Den Haag. Daags mijn tocht op en neer met de trein. Duitsland was wat anders. Toen fietste ik naar mijn werk. Ik werkte bij de Hannoverse Allgemeine op de politieke afdeling. Politiek Ressort heette dat. Dat betekende in de brede zin binnen buitenland economie. En ik heb daar dus 4 maanden gewerkt. En het was interessant om mee te maken hoe een redactie functioneert. Het zijn allemaal kleine afdelingjes, niet een groot kantoor. Wat mij altijd opviel was dat het erg stil was op de werkvloer. Er werd niet gekwebbeld. Ook niet over persoonlijke dingen. Dat is raar, want in het begin heb je die neiging natuurlijk wel als Nederlander. Want er wordt wat afgekwebbeld bij ons. Ik had een heel pakket aan plannen van onderwerpen tot ideeën uitwisselen. Nou, dat bleek al gauw eigenlijk niet zo makkelijk te gaan. En daar zit ook tevens mijn teleurstelling en mijn gevoel van dat het toch heel erg lastig en zwaar is geweest om daar te werken. En je gaat in het begin denken dat het aan jou ligt. Presenteer jezelf vanaf het begin veel steviger en autoritairder dan je normaal ooit in Nederland zou doen. En wat ook iets is wat niet direct in je karakter ligt om te doen. Ga jezelf dus echt brengen als iemand met veel ervaring, want dat ben je als je hier aan meedoet. Iemand die ook als je leidinggevende ervaring hebt, geeft dat ook duidelijk aan wat je was. En wat het heeft te maken met de manier waarop je ingeschaald wordt in de hiërarchie. Nou is het eenmaal zo, hoe hoger, hoe meer aanzien enzovoort. Het ergste wat je kan overkomen is dat je vanaf dag 1 een soort praktikantien of praktikant wordt bevonden. Nou, dan is het gebeurd met je. Dan kom je echt niet zo makkelijk meer op een plek terecht die je normaal bent gewend in Nederland. Van de medestipendiaat heb ik een fiets geleend, een NSU-raad. NSU was de fabriek die vroeger auto's en in de oorlog oorlogsmateriaal maakte. Deze fiets wordt door Berliner ook wel Hollandraad genoemd. 2 oude mannetjes boden mij heel veel geld voor deze fiets. Toch kon ik hem vastzetten met 2 dunne slootjes. Dit in tegenstelling tot in Amsterdam, waar een Duitse stipendiaat zijn fiets na 1 week al heeft laten jatten omdat hij maar 1 slot had. Misschien zelfs 2. Tip voor Duitsers in Nederland. Zet je fiets vast door het frame, door het wiel met 3 verschillende sloten, anders ben je hem kwijt. Een ontzettend belangrijke tip.
is dat je je schoenen heel goed poetst als je schoenen zich daartoe lenen tenminste. Als je geen gymschoenen aan hebt, maar op gymschoenen naar je werk is al helemaal taboe. Dus poets je schoenen keurig tiptop als je naar je werk gaat. Want Duitsers herkennen Nederlanders, zeggen ze, altijd aan hun ongepoetste vieze schoeisel. En zo ben ik een keer in de lift getraceerd als de Hollanderin. Zei een man tegen mij, jij moet dat zijn, want jij hebt je schoenen niet gepoetst. We zitten met een probleem, want zoals altijd, de auskomst die is in gesprek. Het gaat natuurlijk weer uren duren. Als je veel belt, koop dan een Duitse handy met een kaart. Bel niet met je Nederlandse handy, want dan ben je je hele stipendiatengeld kwijt. Denn ich hab noch einen Koffer in